Een prachtig sociaal project in Sneek. Lennart Rodenhuis maakte een prachtige documentaire over het sociale initiatief van Trientje van der Galië en Kees Kordelaar van Philadelphia en Solidair Friesland. Samen koken en samen eten in het wijkcentrum De Eekmolen. Stichting Philadelphia en Solidair Friesland hebben het initiatief genomen om in wijkcentrum De Eekmolen in Sneek te starten met het sociale initiatief Samen koken, samen eten. Inmiddels zijn de wijkvereniging, het sociaal wijkteam en het wijkplatform van de wijk ook aangesloten. Vandaag staat de hutspot op het menu en de deelnemers zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Nou hoop ik voor Jimmy dat die andere twee wel komen. Dat hoop ik ook, ja. Want dinsdags. Dat weet ik wel, met de show. Ja, waar ook mensen niet, hè? Dat begrijp ik. Ja, waren drie. Ja. En misschien zes komen hier. Ja, die draaien net. Trientje van der Galiën is mede-initiatiefnemer van dit sociale project. Ik moest voor mijn werk een ondernemingsplan schrijven voor ontwikkelingen van het project waar je werkzaam bent. En daarvan had ik dan dat ondernemingsplan geschreven. En een van mijn projecten was het meer mensen naar het wijkgebouw halen. Of in ieder geval mensen uit eenzaamheid halen. Er bestaan wel projecten dat mensen komen voor het eten. Ook hier in Sneek wel. Maar wat mij juist zo leuk leek, is om ook het koken erbij. Dus dat je eerst met een groepje kookt en dan komen de mensen om te eten. De deelnemers vertellen mij dat ze het heel fijn vinden dat dit initiatief er is gekomen. Ik woon hier in de wijk. En vandaar dat ik me opgegeven heb voor de eterij. En u vond het heel gezellig? Ja, het was heel gezellig. Leuk om met elkaar te werken en zo. Hoe ziet ze eruit? Nog niet goed. Nee? Nee, ze moeten nog veel bruiner worden. Oké. Anders zijn we zo'n vieze vetlellen. Nee, want ze moeten even een beetje bruiner bakken en dan moeten ze nog een keer omgedraaid worden. Mede-initiatiefnemer Kees van Kordelaar is diagonaal opbouwwerker en werkt voor twee katholieke parochies in Friesland. Hij heeft in Bolzwart een kookgroep opgestart en dit idee meegenomen naar Sneek. Trientje van der Galiën. Die ken ik nog uit mijn tijd dat ik bij Philadelphia Zorg werkte voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik had gehoord dat zij in de Eekmolen, een wijkgebouw, ook van allerlei activiteiten organiseerde. En toen zei ik, zou het niet leuk zijn om naar het voorbeeld van Bolzwart ook in deze wijk een eten- en kookclub of groepje op te richten. Nou, dat vond zij een heel erg leuk idee. Dus we zijn even met elkaar om de tafel gegaan en toen hebben we 23 november bedacht als startdag. We hebben een leuke flyer gemaakt of laten maken eigenlijk. En vanavond was dus het startschot. En ik vind het eigenlijk wel heel succesvol verlopen. Als de vers gemaakte hutspot bijna klaar is, is het tijd voor een korte evaluatie. Er zijn dan 6 mensen, dan kunnen we zeggen van ja, dat is niet veel. Maar voor een eerste keer vind ik het een prima resultaat. Omdat ik weet dat in deze wijk toch wel mensen toch wel een drempel hebben naar nieuwe activiteiten. Thuis zit je alleen en hier zit je met een hele groep te eten en dat is gezellig. Je doet wat andere dingen weer op. Je ontmoet leuke vriendinnen of zo, of buren. Of, ja, van alles maak je mee zo.